What's up mensen, welkom bij de meest supergaande talkshow van Nederland. Mijn naam is Nessim. Mijn naam is QC. En Q, tegenover ons twee mensen bekend van eentje van muziek, de andere niet. De ene is de schoonzus van Roos. Nee broer, is de vriendin van Tim. Oh, schoonzus van Roos, klopt ja. Van Roos is de zus ja, van Tim. Ja. Ja, Keizer ja, en Lize, dames en heren, ze zijn hier in de show. Hele discussie onderling, onderling over ja. Wie er in de show is. Hoe is het jongens? Goed. Ja. Hoe is het met jou? Relax. Sorry. Je moet gewoon lachen, ik kom gewoon lekker relaxed aan. Ja, lekker relaxed, alle tijd van de wereld. Altijd. Maar wat was er aan de hand? Ik heb wel koekjes gebracht. Jij hebt koekjes gebracht, ja, ja, ja. Super lief. Maar wat was er gebeurd? Controles onderweg. En, ik was met nog iemand en we hebben allebei geen rijbewijs. Jullie hebben allebei geen rijbewijs? Maar... Wacht even, maar je hebt een tante dikke auto. Je hebt echt een dikke auto, toch? Ja. Ja, ja als jij dat vindt. Een dikke Mercedes, ja, moet ik wel zeggen. Ja. Het is een leuke auto, laat ik het is doen. Een leuke auto, ja. Maar geen rijbewijs? Nee. Hoe dan? Mag je trouwens een auto kopen dan? Als je geen rijbewijs? Blijkbaar. Het duurt allemaal, ja. Ja. Het duurt allemaal zo lang. Ja, vertel maar wat mij doet het. Nee, weet je wat het is? Weet je wat het is? Ik rijd vanaf mijn 15 of zo, rijd ik auto. En dan op een gegeven moment, wanneer ik dan denk van ik ga rijlessen nemen... Dan laten ze je gewoon rijden en dan zeggen ze gewoon ook zelf van ja, je kan rijden gewoon, weet je. Maar op de een of andere manier moet je gewoon lessen nemen om daarna af te gaan rijden. En ik heb ook andere dingen om te doen, weet je. Dus ik ga niet 10 lessen nemen. Ben je dan nooit gepakt? Jawel. Ook onder invloed? Nee, maar dat was het probleem ook. Dat is het probleem ook net toch. Daarom let ik extra op als er controle is of iets. Omdat ik ben al één auto kwijtgeraakt. Als ik word gestopt met de auto, dan wordt die ook in mijn slag genomen weer. Oh shit. Dus dat is wel zonde. Maar wanneer ga je rijbewijs halen? Ik heb laatst mijn theorie gehaald. Nice! Ja, ik... Je bent wel on-it in ieder geval. Ik ben, sorry? Je bent wel on-it. Ja, ik ben on-it. Ja. Oké, okay, ja. Heb jij al een rijbewijs? Je hebt hem al. Het heeft even 30 jaar geduurd, maar toen had ik hem. Oké, okay, nice. Nice. Maar zeg maar, iets zeggen mij, ook al heb jij je rijbewijs, dat jij niet heel veel gaat rijden. Want je drinkt veel, man, broer. Ja, gelukkig zijn er wel mensen die graag willen rijden voor mij. In je mooie auto. Dus ja. Je koopt een mooie auto van anderen eigenlijk. Nieuwtjes van de week. Het eerste nieuwtje is... Ja, het is niet echt een nieuwtje, maar het is wel iets wat mij is opgevallen van de week. De track 4 keer duurder is uitgekomen. Je kent hem? Mm-hmm. Ja? Ja, jij hebt hem ook waarschijnlijk voorbij zien komen. Er zijn een aantal dingen wat mij is opgevallen in die track. En wat ook een soort van in het nieuws is gekomen. Is het feit dat Monica wordt gedist, zeggen ze, in die track. Met de tekst van Lil Kleine als in je nieuwe vriend is een flapdrol. Chief wil Monica heel graag neuken. En wat ik het gekste vind, zeg maar, het is de ex van Lil Kleine. En hij praat zo over zijn ex, zeg maar. Dat is best wel... Zuur. Zien jullie dat als een dis wat er is gebeurd? Of is het gewoon toevallig? Natuurlijk is het een dis, toch? Ja? Ik heb geen mening hierover. Voordat er weer een gesodemieter is. Ik vind het een leuke tune. Het is een hele ja, ik vind het heel leuk nummer inderdaad. Zullen we ook nummer 1, hè? Nummer 1 training en zo. Klopt, en 1,7 miljoen views of zo. Ja. Nee, ja. Maar het is gewoon zo zuur als je zo over je ex moet praten de hele tijd. Ja. Ik snap dat niet zo goed. Het is niet per se een vertoning van... ik ben er overheen. Ja, precies. Ja, misschien zit iets om gewoon echt dwars. Ja. Ik heb genoeg nummers ook hoor, over mijn ex. Ja. Ja, ik snap wel dat maar je kunst gebruikt. En voor de duidelijkheid, Lil Kleine zegt niks over Monica toch in principe? Niet per se. Nee, ik snap waar die naartoe wil gaan. Er zijn bepaalde dingen waarvan je zou denken, dat kan best wel eens over Monica. En Chief is ook zeg maar zijn profielfoto op Instagram is Monica Geuze. Heb je dat gezien? Ja. Die zakka gaat ver. Ja. Ja. Ja, ben ik een zeikerd als ik het sowieso stom vind als je zegt in een nummer ik zou haar doen, nou fucking en. Ik bedoel... Maar stel je voor, hij zou zeggen... En je ex staat erop. Het degradeert vrouwen zo tot neukobject. En man, ja... Kijk, weet je wat het is? Oh, ik kon Keizer hebben, die gaat net weet je wat het is? Weet je wat het is? Soms wil je zoveel dingen aan iemand zeggen, maar je krijgt de kans niet. Je krijgt maar 16 bars. Dus ja. Je krijgt de kans niet. Dus oké, okay, wat is het ultieme? Of soms zeg je iets tegen iemand, toch? En dan doet die persoon gewoon alsof het er niet interesseert. En dan volgens mij denk ik gewoon van, weet je wat? Dan ga ik gewoon heel de wereld gewoon zeggen wat ik van jou vind. Even shockeren. Ja, toch? En nu weet iedereen het. Het is een beetje zo als je in groep 3 zit en het woord poepen zit. En iedereen, dan heb je iedereens aandacht, zeg maar. Ja. Poepen. En als je dus ons leeftijd bent, dan is neuken iets waardoor je alle aandacht hebt. Trouwens, denk ik.
Poepen betekent in Belgisch ook neuken. Klopt. Dat was een leuke punchline. Ja, volgende nieuwtje, Q. Ja, Seven Alias gaat Engeland in. Ja, met Gas. Internationale hit, ja. Gas. Ik heb een voorbij zien. Dat is een wat ouder nummer toch ook? Ken je het, ja. Gas? Ja, toch? Ja. Ja, ze zijn nu zeg maar naar Londen gegaan volgens mij en hebben daar een Engelse versie van Gas opgenomen. Okay, met rappers vandaar. Maar hoe groot schatten jullie de kans in dat het een internationale hit kan worden? De tune zelf is hard, begrijp je? Maar? Als het geaccepteerd wordt door bepaalde mensen in Engeland. Zoals BBC Radio, dat soort. Ja. Niet eens dat nog. Gewoon buiten gewoon al, ja. Ja. En dat het dan daar opgepikt wordt, dan kan het gewoon dom gaan lopen opeens. Denk je dat ze dan binnen zijn? Wie gaat er meewerken? Dat is natuurlijk wel echt bepalend. Weet je wat ik wel teleurstellend vind altijd? Dat rappers van Nederland, als ze met Engeland samenwerken, zijn het altijd met die rappers die het soort van net niet hebben gehaald daar. Weet je, dan zie je zo, weet ik veel, 10.000 volgers op Instagram, weet je, en dan zeggen ze, oh, we zijn bezig met rappers uit Engeland. Ja bro, het is niet zo, het is geen Stormzy of zo. Nee. Of, maar het is wel een stap. Als je ergens kan beginnen, het is een stap naar. Okay. Heb jij dat wel eens gedaan? Veel buitenlandse samenwerkingen? Ja, alleen Curaçao, Suriname. Ah ja, tuurlijk. Dat soort shit. Zeg maar, hoe is de muziek scene daar in Suriname? Zeg maar, verkoopt het ook echt of zijn mensen... Het is er wel. Alleen, ze moeten nog, zeg maar, die kwaliteit moet nog wat sterker zijn. Dus ze doen harde shit daar zo. Ja. Alleen, volgens mij, ik moet dit heel goed zeggen. Anders word ik niet meer geboekt dan. En ze moeten elkaar een beetje meer steunen, denk ik. Okay. Want ze steunen meer mensen uit het buitenland, volgens mij. Dan... Willen de mensen, zeg maar, rappers uit Suriname hier doorbreken? Ja. Ja? Ja. Dus dat is een goal. Maar dat was toch ook een Surinaamse groep die hier... Ja, AMG. Voor mij wel, ja. Die waren in Suriname en die kwamen naar Nederland toe met een paar hitjes en zo. Ja, klopt. Oké. Lize, hey. Ook wel bekend als de vriendin van Tim Hofman, toch? En toch wel meer dan dat. Ja, zeker. Maar ik moet wel eerlijk zijn, zeg maar, toen ik tegen mensen zei, of we hebben een heel ander doelgroep, dat kan ook, maar toen ik tegen mensen zei, Lize komt in onze show, kreeg ik of wie, of is dat de vriendin van Tim Hofman? Ja, ja, kan. Krijg je dat vaak? Nee. Nee? Ja, nee, ja, goed, ik heb gewoon mijn eigen area waar ik opereer. Ja. En ik snap best dat ik voor heel veel mensen... He, die zijn bij mij gekomen via Tim, natuurlijk. Tim heeft fucking groot bereik. Ja. En wie, ja, snap ik wel. Ik bedoel, zoveel heb ik ook weer niet te maken met jullie doelgroep, lijkt mij inderdaad. Ja, nee, dat is waar. Er zijn ook mensen die je herkende van die Oral-B reclame. Ik dacht dat ik goed poetste met mijn gewone tandenborstel. Maar mijn tandarts zei van niet. Ja, maar dat is toch vet? Als zijnde, dat is zoiets debiel. Dat weet ik niet. Ik zag het niet staan, ik weet niet of het serieus was. Maar ik zag het vandaag pas. En toen dacht ik van, oh shit, dat was zij gewoon. Ja, ja, maar kijk, weet je wat ik... Nou, zeg maar, er heeft anderhalf jaar lang een Oral-B reclame gelopen. En die was super raar, want de Nederlandse tekst klopt niet helemaal. Maar daardoor viel hij heel erg op. Maar weet je wat ik zo fucking grappig eraan vind? Ik ben dat. En ik vind dat heel leuk dat zo'n beeld wat daar gemaakt wordt... heeft zo geen ene moer te maken met de werkelijkheid. Mm-hmm. En dat vind ik vet. Dat ik dat ook als ik in de libellen sta met mijn gezin en aan het lachen ben... dat ik het vet vind dat je, als je daar naar kijkt, ziet dat dat niet echt is. Of dat je daar niet door minder hoeft te voelen omdat je geen gezin hebt of geen superwitte tanden. Mm. Maar ik weet niet, ik heb het gevoel dat de media heel vaak, dat je daar een beetje soort van iets negatief gevoelens van kan krijgen. Ik hoop ook leuk als je positief gevoelens van krijgt. Mm. Maar ik vind het zo leuk dat ik die shit doe en ik ben zo niet dat, zeg maar. Maar waarom heb je het überhaupt gedaan? Gewoon om... Geld! Weet je goed betaald? Ja, dat is geen andere antwoord. Nee, ja, ja. Dat is geld. Nee, misschien wou je een acteercarrière, waar ze niet gelukt. Nee, dit is allemaal gewoon geld. Acteren moet je niet doen, man. Maar het is gewoon... het was een vet leuke ervaring ook. Dus in Polen werd opgenomen, 6 landen achter elkaar. Je staat daar, er is iemand die je shirtje recht trekt. Er is iemand die aan je wenkbrauw zit te pulken. Er is iemand die je nieuw tandenborsteltje neerlegt en zo. En kreeg je veel betaald? Ja, ik vind het eigenlijk wel tegenvallen voor hoe lang hij gedraaid heeft. Maar het was iets van 5.000 of zo. En toen nog een keertje, volgens mij 2000... Omdat ze hem mochten blijven gebruiken. Omdat ze hem nog een beetje gingen maken. Ja, maar het is wel open over... Het is gewoon bedrag. Ja, eigenlijk. Nee, maar echt jongen. Ja, maar eerlijkheid. Ik heb niks verlies of te verbergen. Nee. Maar zijn er ook veel mensen naar je toegekomen die zeggen van... Hé, jij bent van de Oral-B reclame. Ja, toen hij net draaide. Ja, natuurlijk mensen die me kennen. Maar andere mensen niet. Ook mee gepest op familiefeestjes? ja, en nog steeds last van nee, helemaal niet. Nee. Tim ook nooit? Ja, die jongen heeft het er heel zwaar mee, maar goed, mijn probleem niet. Hey, maar jij doet onder andere adviezen van Lize. Nee. Dat is jouw soort van luchtig, humoristisch programma of filmpjes die je maakt op internet. Waar je advies geeft over dagelijkse dingen. Mm-hmm. Steken mensen daar echt wat van op?
zeg maar, van nou, het idee erachter is wel dat er altijd wel iets in zit wat gewoon een waarheid is. Mm-hmm. Ik bedoel, als je zegt, ik heb een teringhekel aan mijn collega en dan maken we allemaal grapjes over blisso's en twixen. Maar, yeah. En hoe irritant het is als iemand heel hard koud. Maar aan het einde van het programma zeggen we wel van, hey, dat jij een hekel hebt aan iemand, ligt niet aan die persoon en ligt aan jou. Jij bent degene met het probleem. Ja. Dus vind even uit wat jouw probleem is. Mm-hmm. Dus het is absoluut altijd wel dat er een serieus ondertoon onder zit. Nou, waarom dacht jij zeg maar, dat mensen een behoefte hadden aan jouw advies? Waar komt dat vandaan? Nou, oké. Het komt vandaan dat ik ooit voor de Glamour column schreef. En toen merkte ik dat mensen wat hadden aan wat ik schreef. Dat ik echt leuke reacties kreeg. En toen dacht ik, oké, blijkbaar als ik iets opschrijf, dan hebben mensen daar wat aan. Wat leuk. Ik kreeg echt lieve mailtjes. Mm-hmm. En toen dacht ik, oké, dit is voor het eerst dat ik het gevoel heb dat ik iets maak wat enigszins functie heeft. In plaats van alleen maar mensen laten lachen. Ja. Dus dat heb ik gewoon een beetje vastgehouden. En ik vind het gewoon leuk om shit te maken. Maar ik zou niet echt een vlogger kunnen zijn. Omdat ik wil iets maken over iets. En dan is dit een soort van oplossing. Want ik vind filmpjes maken wel heel erg leuk. YouTube vind ik hartstikke te gek. Mm. Dus dan is dit mijn oplossing om toch wat te maken. Wat niet per se gaat over mij. Maar wel waar ik mezelf in kan leggen. Ja. Maar je doet ook best wel veel met animaties en zo, ja. Toch? Heb je dat zelf geleerd of heb je dat... Je stond zelfs in de credits van je eigen video. Ja, lach toch? Ja, ik maak het ook. Ja, dat vind ik het leuk aan adviezen. Ik schrijf het script samen met Mart Mantel. Ik monteer het zelf, ik animeer het zelf. En we bedenken de grappen, zeg maar, samen. En ik vind dat allemaal leuke aspecten om te doen en een plek voor te vinden. En dat heb ik nu. En met wie maak je het samen? Marten Mantel. Hij werkt voor de Gladiool, tenminste dat is van hem. Ken je de Gladiool? Dat is een satirische website. Moet je eens kijken, hartstikke leuk. De Gladiool. Van duilen hier, wat is er aan de hand, man? Nee, ik zit bij mezelf te denken van, ik moet straks allemaal tering lange antwoorden opgeven. Maar terug tot het onderwerp. Hoeveel tijd steek je ongeveer in je video? Ja, veel te veel. 3,5 dag zo. En wat doe je voor de rest van de week? Ik maak video's voor Albert Heijn. En als in zelf als Oral-B? Nee, dat ik het zeg maar het script uit presenteer en animeer. De scripts meeschrijf. Nu doet het, voor de reclame dan, zeg maar. Ja, het is gewoon een... Je bedenkt grappen en zo. Het is zeg maar Appie Today. Die heeft van die filmpjes waarin ik dan over voedsel praat met mensen in de supermarkt. Ja. En het is een beetje het idee dat we mensen informeren en... Ik lul. Ik durf niet meer te praten. Ik zit naar hem te kijken. Toppie. Zeg maar, de manier hoe je praat over wat je doet is zeg maar... ik zie wel wat er gebeurt en leuk en lachen en... Ja, maar... succes interesseert me niet zoveel. Ik wil gewoon doen. Nee, dat is misschien een grove vraag, maar neem je het serieus? Of denk je van, ik doe het gewoon leuk en ik zie wel? Zo. Ik neem het wel serieus, maar niet te. Ja. Maar heb je zelf dan ook nog ambities, nog meer ambities voor tv? Nee, ik heb gewoon een ambitie om een huis te kopen en daar te wonen. Dat is mijn ambitie. Ben wel zakelijk. Ja. Ja. Money maken. Ja, gewoon geld maken en een huis kopen en daar blij zijn. En gewoon wat ik nu doe, vind ik leuk. Oké. Ik hoef niet... Maar kan Tim jou niet, zeg maar, in tv smokkelen? Ja, maar tv interesseert me niet zoveel. Dat boeit je niet? Nee, man. Ik vind YouTube veel leuker. En waarom? Omdat ik wil helemaal niet met mensen samenwerken. Ik kan niet met mensen samenwerken. Ik vind het heel lastig om met mensen samen te werken. Dat gewoon zelf doen. Maar je zou het allemaal moeilijk vinden om bijvoorbeeld een 3 op prijs te presenteren? Ja, het zou wel kunnen, maar dan... Ja, ik wil gewoon... Maar, ja, het zou kunnen als ik een beetje mag meepraten over waar het over gaat. Want ik moet wel iets doen wat me enigszins boeit. Ja. En dan... dat kan op YouTube veel makkelijker, want dan kan ik het zelf bepalen. Ligt aan mij of praat ze heel snel? Ja, dat is vaak. Ja. Ik vind dat tof, man. Ja. Even over Tim. Hebben jullie veel seks? Ja, nou, ik kan best ook eerlijk daarover zijn. Ik heb nu zo'n ladycomp. Want ik wou niet meer... Een wat? Een ladycomp? Ja, ik zal het even aan je uitleggen. Waarmee je dus je vruchtbare dagen meet. En dat heeft even tijd nodig. Oh shit, jullie gaan kinderen? Nee, ik wil juist geen kinderen. Wow. Okay. Hold on, wait a minute. Juist nog even niet. Okay. Eerst even mezelf snappen voordat ik dat soort dingen ga doen. Maar... dus dat moet even kalibreren en zo. Dus of we doen het met het condoom, of we wachten even tot het apparaatje gekalibreerd is. Dus het is nu even wat minder, omdat het apparaatje nog heel veel rode dagen aangeeft. En dus een rode dag, dagen kun je zo'n... Dan moet je nog even geen seks hebben. Nice. Dus we hebben nu denk ik 1 keer per week seks in plaats van, nou, dan zeg 4. Maar hebben jullie dan geen kinderen willen? Ik wil absoluut kinderen, maar... Waar oud ben je? Ik ben 31. Ben je 31? Ja. Wat? Mm-hmm.
Hoede? Overdrijf ik nou, zeg maar, heel erg. Je geeft wel een hele... Bro, ze lijkt 21, man. Nou, 27. Niet daar. Ja, eerlijk. 21 zou ik nooit zeggen. Eerlijk, wel jongen. Ja, maar ik heb gewoon heel lang in een vrieskast geleefd. Nee, wow. Ik is niet waar. Ik heb niet eens een vrieskast die groot genoeg is om mij erin te doen. Nee, kijk naar ja, maar dus 31. Nice. Mensen van een mild. Het gezicht van mij, dat is zeg maar dan nog jong, dus die baarmoeder is ook nog prima. Ja, kan nog wel even 5 jaar. Maar hoe oud is Tim dan? Tim is 28. Dat is wel een mooie leeftijd om kindjes te... Ja, in jouw optiek misschien, maar ik ben er niet klaar voor. Nee. Wie is er meer klaar voor, jij of Tim? Ja, ik wel denk ik, maar nog niet... Voel je het aan je lichaam, zeg maar? Nou, ik heb wel voor het eerst dat ik... 2 jaar geleden beviel mijn beste vriendin. En toen had ik dat babytje vast. En toen dacht ik, oh wow, ik hou gelijk van jou en zo. Toen dacht ik, oh, dit is dus wat je dan moet voelen. Maar ik denk gewoon, kijk, heel veel van mijn vriendinnen worden heel erg warm als ze een baby zien. En ik heb dat als ik een babydier zie. Dus ik denk dat daar al een soort van dissonantie zit in dat hele moederding. Dus als ik dan een babykoe voorbij zie, dan zit ik, oh, kijk, een kalfje. En dan, nou, dus ik voel meer voor babydieren dus nog. Eerder een kinderboerderij bij jullie thuis dan een kind. Ja, nog wel even. Hij snapt er helemaal niks van. Heb jij kinderen? Ja. Ja, tuurlijk. Je hebt veel kinderen, toch? 5? 4? Hoe is dat? 4 kinderen, hoor. Ja, leuk. Ja. Ze zijn erin, dan doen ze dingen. Ik heb een kat, dat is ook niet. Ja, weet je wat het is? Kijk, sommige mensen zeggen van ja, ik hoef nog geen kinderen, want ik ben nog niet klaar ervoor of weet ik veel, wat dat soort dingen, weet je. Maar uiteindelijk, als je kind hebt, blijkt het dat je juist meer dingen gaat doen. Of tenminste, zo is het bij mij, hè. Ik heb 4 kinderen, ze moeten allemaal overleven. Ja. En ik heb liever dat wanneer ik er niet meer ben, toch, dat ik wel iets achter kan laten dat iedereen kijkt van, oh, maar hij had toch wel dit, je weet toch? Je hebt een auto. Ik heb er 3. 4 kinderen, 3 auto's, what up? Geen Nee, nice. Maar dat ze wel gewoon, dat ze wat hebben, weet je? Dus dan moet je ook meer dingen gaan doen. Uiteindelijk moet je al je vaste lasten gaan betalen, plus je moet voor die kinderen zorgen en je moet voor die zorgen en... Het ontluikt wat extra zorgen. Levels in je of zo, wat geheime levels. Je gaat de level op, toch? Ja. Maar hoe oud is je oudste kind? 12. Wauw. Hoe oud ben je dan? 9, hoe oud ben ik? 29. Oh ja. Oh, jong, al vader geworden. Ben je overtuigd? Nou, kijk, ik geloof dat totaal. Alleen, ik kies er gewoon nog even niet voor. Maar om even terug te komen op seks en neuken. Het is zeg maar een woord wat heel vaak tevoorschijn komt in jullie video's. Jullie hebben het best wel vaak over... Waarom zijn die woorden zo belangrijk voor jullie? Het programma gaat heel erg over dat we dat je dingen waar lastig over gesproken wordt, dat we er heel luchtig over praten. Zoals, dus inderdaad, we neuken niet meer. Ja, toch? Ja, we neuken niet meer. Of bijvoorbeeld aflevering 10 gaat over ik heb seks nou en. Het gaat over vrouwen die slecht genoemd worden als ze neuken leuk vinden. Vind jij neuken leuk? Ja, tuurlijk. Ja? Nice. Ja, het is... Nee, ja. Nee, je neukt 1 keer in de week. Vind je leuk en die leuk? Jij weet ook niet hoe vaak ik Tim zie en zo, weet je wel. Nou, dat is ook... Nee, maar ik weet hoe vaak jullie neuken nu. Ja, maar, nee, maar die ene keer is het wel echt heel erg leuk. Ja? Ja. Duurt het ook lang? Dan? Ja. Dit is wel echt een super gaande interview geworden. Ja, maar ja, hij is wel interessant. Hij kan best wel bij ons komen. Ja, maar ik vind het ook interessant toch? Want als je neuken leuk vindt, vind ik neuken ook leuk. Ja. Ik word gek 2 dagen geen seks. Ik word gek. Ja, maar dat is toch gewoon... Nee, maar dat ik is... krijg ruzie en shit, man. Ja, maar dat is... Ik word gek zomaar om niks. Maar dat ben jij. Hé, hey, hoe gaat het? Oh, wat praat je met mij? We praten niet. Ja, maar jij kan je niet verplaatsen in mij en ik niet in jou. Dus dat is gewoon wat het is. Ja, maar dat we het eerst aan Tim hebben gevraagd toen hij hier in de show was. Nee, nee. Ja, nu voel ik zo wat disrespect omdat ik het aan zijn vrouw vraag. Ik moet wel zeggen, kijk, jullie passen wel heel goed bij elkaar. Ja, vind ik ook. Qua stijl, zeg maar, ook in video's, maar ook gewoon denk als mens ook. Maar stoort het wel eens, zeg maar, dat jullie heel erg similar zijn? We zijn natuurlijk ook heel anders, hè, want anders dan ben je niet samen. Kijk, op een gegeven moment was het wel zo dat mensen gingen zeggen onder mijn video's, 1 man, je doet boos na. En dan denk ik wel, wow, yo, ik maak echt al heel lang dit soort video's. Dus dat was wel even pijnlijk. Maar dus Tim doet jou na? Nee, ook niet per se. Ja, kan. Maar het gaat mij er meer om dat dan wel even pijnlijk. Omdat je dan denkt, wow, dus zit je in een relatie. Ja, bent, en dan, stel je voor dat jij een vriendin had die je hebt. En die gaat, en dan gaan mensen onder jouw ding zetten. Hey man, je doet die zin haar is van na. Haar. Dan denk je wel, wat? Yeah, hallo? En dan denk je, man, ik doe die shit al vet lang. Dus dat was wel even een dingetje, maar verder prima. Waar wil jij en Tim elkaar leren kennen?
Nou, hij heeft mijn pimpels gevonden op een feestje. Ja, ja, echt waar. En er stond een kat op en hij wist dat ik korpshoek heette en katten leuk vond. En toen zijn we gaan appen 3 maanden lang. Maar... Is Tim een beetje romantisch? Tim is fucking meevoelend en vriendelijk en... Ja, hij doet wel veel. Als in, zeg maar, ook kaarsjes en zo en uit. Ja, er zijn altijd kaarsen aan in zijn huis. Ja. Dus hij is wel een romantische guy? Ja. Ja, niet typisch van bloemen sturen en zo, maar gewoon heel bedachtzaam. Wat doet hij bijvoorbeeld op Valentijnsdag? Hij kwam een roos brengen, ja. Echt? Ja, hij kwam een roos brengen. Broer van roos. Ja. Oh, ik wou hem net maken, man. Ah, je hebt de puist leeggeschilderd, man. Ja, hij kwam om 11:45, om 15. Kwam ik net een roos aan. Nice. Sorry, net te laat. Ja. Dat is wel leuk. Ja, heel lief. Dat is wel top. Wie vraagt jij wel eens om advies wanneer je zelf, zeg maar, problemen hebt? Tim sowieso. Marten, met wie ik het schrijf. Mm. En beste vriendin Mireille. Wat zijn, zeg maar, zo van die dingen waar jij advies voor nodig had soms? Werk ik en vind ik mijn leven daarnaast ook nog leuk. Dat vind ik altijd wel een gedoe. Is dat een vraag die je soms afvraagt? Ja, soms dan denk ik, hey man, ik vind werk helemaal niet leuk. En dan dat. Kan je niet leven op Tim zijn geld? Ja, waarom zou ik dat willen? Ik weet niet. Maar je vraagt je dus soms wel eens af van, vind ik werken nog wel leuk? Ja, soms dan zit ik zo ingewikkeld met allemaal opdrachtgevers en shit. En denk ik, nee man, daarvoor maak ik het helemaal niet. Ik maak het gewoon omdat ik het leuk vind. Ik maak niet om... Kijk, ja... I don't know. En verder over hoe ik moet koken. Want dan kan ik echt voor geen ene zak, jongen. Je kan niet koken? Nee, ik vraag vaak advies aan Google. Ja. Over koken. Keizer kan wel koken. Keizer kan wel koken, ja. Je moet op YouTube kijken. Ja? Ja, dan zie je ook gelijk hoe je het moet maken. Dat is veel makkelijker. Ja, dan met je receptie staan. Dat is ook wel precies. Dan zie je wat ze doen. Dit gooi je nu in de blablabla. Zo heb jij leren koken? Nee. Ja. Koken is in principe gewoon logica. Dit proeft lekker bij dit. Ja. Of dit smaakt lekker bij dit. Ja. Ik heb een tijdje een probleem. Ik weet niet wanneer ik proeven moet zeggen en smaak. Je was laatst bij een interview bij First. En toen kwam het heel snel langs. Maar ik dacht, is dat nou een grapje of is het serieus? Want er was in die 60 seconden moest je snelle vragen beantwoorden. En toen zei je over dat je een moeilijke jeugd had gehad. Was dat een grapje of was dat serieus? Nou ja, moeilijk was gewoon wel lastig. Wat zei je onder lastig? Nou ja, ik werd geboren met een vader die al terminaal ziek was. Die had een hersentumor en die is overleden toen ik 5 was. En mijn moeder was daar gewoon goed ziek van. En die moest toen in een eentje 2 kids gaan opvoeden. En dat is gewoon... Ja, mijn moeder was niet echt hulp of zo... Dus dat was gewoon... mijn moeder was gewoon heel erg gefrustreerd en verdrietig. En dan, dus die had ook niet alle volle aandacht voor ons, zeg maar. Dus dat was gewoon wel lastig. Ja. En gebeurt hier iets? Dit gaan ze ergens... Wanneer ze thuis zijn, gaan ze dit terugzien. Maar we hebben het hier over een terminaal zieke vader. Hè? Ik weet niet of dit echt... Sorry, ik was ook middelvinger aan het opsteken. Sorry, wat? Nee, maakt niet uit. Om zeg maar terug te komen op het verhaal. Dus jij en je ma waren een soort van... De ouderen in huis of zo. En mijn zus. Ik heb een oude zus. Ja, oude zus. Zeg maar, tot in hoeverre heeft dat jou gemaakt tot wie je vandaag de dag bent? Of? Alles. Je leert bepaalde dingen die je van een vader leert. Dus die moet je zelf uitvinden. Kijk, ik ben degene... Bijvoorbeeld techniek. Ik was degene die daar enthousiasme over voelde als meester in het huis. Normaal neemt de vader die rol. Hè? Ja. Dat klinkt een beetje... Ja. Dus ik ging alles installeren en computers en videorecorders en whatever. En ik bedoel, ik heb daardoor... Ben ik nu waarschijnlijk ook heel goed met computers en kan ik monteren en animeren en dat soort shit. Dus dat, een praktisch ding. Dus je hebt ook echt van jezelf geleerd, dat animeren en zo? Ja, ja, ik heb wel een jaartje animatie gestudeerd, maar tweede hbo is een beetje onzin, kost heel veel geld. Maar is jouw eigen jeugd misschien ook een beetje de reden waarom je nog geen kinderen wilt? Ben je er nog een beetje bang of zo voor? Ik denk dat ik wel inderdaad niet per se een leuke jeugd heb waarvan ik dan denk, oh, dat wil ik zelf ook meemaken. Ja. Denk totaal. Ik heb ook niet met pop gespeeld vroeger en zo. Dat denk dat wel iets ermee te maken heeft. Mijn zus is ook 5 jaar oud en heeft ook nog geen kinderen, dus er zit wel iets in. Vind je het jammer? Ik bedoel, ik had wel graag geweten hoe het is om een vader te hebben, ja. Lijkt me leuk. Als je zo richting de 30 gaat, dan in één keer merk je dat je last hebt van shit van vroeger. Dat merkte ik daarvoor niet echt. Dat merk ik eigenlijk nu pas. Dat ik denk, oh wow, ik heb allemaal dingen aangeleerd die nu helemaal niet meer... Methodes die nu helemaal niet meer adequaat zijn. Die werkten vroeger, maar nu heb ik daar niks meer aan. En sterker nog, het houdt me tegen. Zoals altijd inschikken naar wensen van anderen. Ja. Dat soort shit. Dus natuurlijk heeft me dat totaal gemaakt. Alleen dat voel ik nu meer dan dat ik dat vroeger voelde. Maar het is wel gek dat, zeg maar, mensen kennen jou gewoon als lacherig persoon op internet en die leuke meid, blablabla. Maar het is best wel, je hebt best wel heftige shit meegemaakt voor iemand die heel blij is of zo nu.
Kijk, het is ook een modus, hè. Ik bedoel, het is ook gewoon dat je... je probeert er toch iets positiefs mee te doen. Ik bedoel, kijk, dat ik zeg maar... mijn moeder was licht ontvlambaar. Want die was natuurlijk stond onder fucking veel spanning. Mm. Dus dan ben je heel goed in temperatuur meten. Dat leer je dan. Je leert dan, oké, wanneer kan ik dit doen, wanneer kan ik dat doen. En dat kan ik nu ook weer toepassen in... met mensen omgaan of programma's maken. Ja. Oké, wanneer kan ik dat doen, wanneer kan ik dat doen? Hoe hou ik de aandacht vast? Mm. Dus dat soort shit wat je vroeger hebt, dat, daar heb ik ook heb ik nu ook wat aan. Dat was het leuke, het goede effect daarvan. Dat je, dat je... Wel gek dat je dat kan toepassen aan je leven van nu. Ja, is niet gek. Is gewoon logisch. Iedereen doet dat. Alleen ik, ja, misschien onbewust. Ik heb, ja, ik denk dat iedereen doet dat. Maar, ja. Maar je ma die komt ook voor in je video's. Ja. Wordt ze wel eens herkend of zo op straat? Ja, af en toe. Ja? Ja. Dat is wel tof. Weet je wel, dan krijgen ze in één keer de apotheek en de buren die naar haar gaan zwaaien. En dan, dan... Maar zeg je maar nooit van, Lize, hey, ik wil oma worden? Nee. Nog niet? Nee. Misschien na dit interview. Ja. Nou, iemand die wel kinderen heeft, is keizer. Is dat dat bruggetje? Dat was een bruggetje, sorry. Ik kon er niks beters van maken. Is dat bruggetje nog niet gemaakt? Dat was een bruggetje. Ja, dat is al gemaakt, maar ik doe het nog een keer. Bridge too far. Bridge too far, wat kan zeggen. Sorry trouwens, van net. Ik had niet door waar jullie het over hadden. Nee, maakt helemaal niet uit. Om een fokje in die foto te wijzen. Ik denk dat het Fransen waren. Die maken altijd foto hiervan omdat er Cartier Putain staan. En dat vinden ze dan heel spannend. Ja, in ieder geval, Keis, je bent al heel lang actief in de hip-hop scene. Hoe lang al? 10 jaar ongeveer. 10 jaar. 10 jaar. Ik ga ook gewoon een koekje. Het is de eerste keer dat ik eet in de show. Ja, maar als jullie het gaan doen, dan... Je wacht al lang. Ja, ik wou al lang. Hoe heeft hij je hele carrière tot nu toe? Dit heb ik eigenlijk nog nooit gezegd, maar ik denk dat ik heel veel heb laten liggen. Maar dat komt vooral doordat ik nooit echt zeg maar, heb beseft waar het naartoe ging. Het was gewoon een soort van, ja, dit gebeurt nu. En, je leeft gewoon van dag naar dag, zeg maar. Ja, that's it. En dan wanneer je later terug gaat kijken, besef je opeens van, ik heb gewoon een TMF award en shit, begrijp je? En dat was die periode, was dat... Dat was something. Yeah. Sorry, besef hoe weinig mensen dat mogen kunnen zeggen. Ik heb een TMF al gehoord. Dat ben ik echt. Maar dat besefte ik toen niet. Dat was gewoon van ja, die is voor mij. Wat gaan we nu doen dan? Waar gaan we naartoe? Je award gaat ergens naartoe en begrijp je? Dus ik heb heel veel dingen heb ik gewoon laten liggen ook. Ik heb ook van heel weinig dingen heb ik gebruik gemaakt, zeg maar. Waar ik gebruik van kon maken in die periode. Heb je daar ook veel spijt van? Dat je dat... Ja, sowieso. Maar ja, dat zou gebeuren. Daar kan je niks aan doen. Dus... Ja. Maar is je carrière zeg maar volgens plan gegaan? Of had je het liever anders gezien? Ik weet niet eens hoe mijn carrière gegaan is. Ik weet dat ik zat vast. Ik kijk naar tv en ik zie allemaal mensen die waarvan ik ze buiten ook had gezien. Brahim bijvoorbeeld, weet je. En Mo van Furadi. Ja. En ik zie hun opeens op tv, en ik zie Daryl op tv, ik zie Nino op tv, er wordt veel gesproken over Campy en dat soort dingen, je weet toch. En ik was al een beetje bezig toen die periode. Toen dacht ik, nee man, tering man, als al deze mannen opeens op tv komen en shit, als ik buiten ben, moet ik het laten lukken. En toen kwam ik buiten en toen kwam Mama Sorry uit en vanaf daar ging het gewoon echt heel, dat was vreemd. Mama Sorry is al een tijdje terug, maar daarvoor was je ook al best wel een lange tijd op het team. Ja. Je kwam vaak bij Spijkenissen daar in de buurt bij Hoefvliet en zo. Ja, klopt. En toen was je ook al, toen gingen de tracks ook al rond en zo. Ja, en, toen zat ik bij Street Kings. Dat was de periode dat Hef en ik hadden een soort van kleine wrijving, maar er werd nooit over gesproken, zeg maar. Hef kwam af en toe ook met een punchline. En dan had ik ook weer één punchline in een tune of zo. En dan was het een soort van, oké, dus jij... We namen op dezelfde plek op in Hoogvliet. Zo was het een soort van, oké, jij bent goed, ik ben goed. Nu hebben we wat of zo. Maar nu zijn we gewoon cool, hè? Hebben jullie ook wel samen een track wat is gemaakt dan? Ja, maar het is toevallig, man. De eerstvolgende single die ik uitbreng is met Hef. Oh, serieus? En met Jay. Dat is leuk. Dat is wel tof. Maar je was in die periode was jij getekend bij Black Label Music. Ja, ik was eerst Black Label Music. Ja, klopt. Black Label Music. Maar, dat duurde toen, niet zo lang. Toen dat je vastkwam, dat was ook nog een soort van vlog. Toen kwamen ze uit die half open kamp en zo. Dat was die tijd. Ja, klopt. Dat was toen ik van zeg maar gevangenis naar half open kamp ging. Toen had ik eventjes wat tijd en toen hebben we snel wat gefilmd. En toen heb ik gesigned bij Black Label Music. En toen ik buiten kwam... Net iets daarna ben ik naar een ander label gegaan. Dat was wel een mooie tijd hoor, want op een gegeven moment ging ik op verlof en wanneer ik bij de bus stond, zag ik dat mensen me stiekem gingen filmen en shit. En ik was dat niet gewend, weet je, dus ik dacht, what the fuck, filmen me. Ben je wel van iemand toe gegaan? Nee, maar ik begreep het gewoon niet, want binnen weet je niet
wat buiten gesproken wordt op YouTube of bla bla bla. Ik ging dat ook niet vragen, begrijp je? En dan op een gegeven moment ging ik op verlof en dan kom ik weer terug en dan fietsen de mensen bijvoorbeeld voorbij en horen Keizer, ik denk, what the fuck? Hoe kennen ze mij? The fuck is het dat mensen aan mij vragen, ben jij beroemd? Ik zeg, ik weet niet. Ik weet niet eens, maar dan ga jij weer naar binnen, begrijp je? Dan zit je weer binnen daar en dan gaan andere mensen op verlof komen terug naar binnen en zeggen van, vriend, hoeveel mensen over jou praten buiten, begrijp je? En dat voelde fucking was het raar om binnen te zitten en bekend te zijn tegelijkertijd? Het voelde lekker gewoon. Omdat ik daar ga je plannetje maken toch van. Ja. Ja. Wanneer ik buiten kom is het probleem. Man. Hoe lang heb je dan vastgezeten in totaal? Ik heb toen bij elkaar denk ik ongeveer 3 jaartjes maar of zo. Jezus. Zou jij nu nog vast kunnen zitten? Zeg maar als in, niet dat er een open archief ergens nog is of zo. Maar zou jij zeg maar, als zo bekend als Keizer, zou jij nog vast kunnen zitten als in je gevoel in de cel? Ik weet niet hoe ik deze vraag normaal moet stellen. Ja, zou je dat kunnen? Zou je kunnen vastzitten? Is dat geen goede vraag? Maar misschien wel als je nu zeg maar vast qua gevoel. Zou je gek worden zeg maar als je nu vast zou moeten zitten? Want net gesproken, ja. Nee. Zou wel iemand doen. Nee. Het is, heel veel mensen vinden me soms ook raar. Ik vind het zelf ook raar dat ik zulke gedachten heb. Soms denk ik bij mezelf van ik mis daar een beetje ook binnen. Wat? Ja, ik leg het niet goed uit. Nee, leg uit. Zo komt het uit mijn mond. Daar binnen is een soort van, ik heb daar binnen een soort van structuur en een soort van rust. Snap ik eigenlijk wel. Je wordt wakker en je weet wat je gaat doen die dag. En je weet wat je moet doen. En ik eet daar ook beter. Heb je dat nodig als persoon? Structuur? Dat weet ik niet. Maar ik heb wel het gevoel dat ik dat lekkerder vind. Weet je, hier heb je, als je buiten bent, heb je veel dingen die je kan doen. Begrijp je? Veel vrijheid. Ja. Daar binnen. Een soort duidelijkheid. Moet je het. Ik hou ervan om er zelf voor te zorgen dat iets leuk is of zo. Ja. Gewoon een voorbeeld is dat, hè. Ja. Daarbinnen, als ik de eerste dag daar aankom, kijk ik altijd om me heen en dan denk ik, oké, hoe lang gaat dit ongeveer duren? Oké, nu moet ik het leuk voor mezelf gaan maken. Nou, wat gaan we doen? Ga ik maar lekker breed worden? Wat ga ik doen? Ga ik mijn baard laten groeien? Snor? Wat ga ik doen? Je bent daar weer en dan bezig. Heb je een soort van missie, begrijp je? En dan daarbinnen kan je ook elke dag gewoon, zie je die missie gewoon vooruit gaan, begrijp je? Dus ook al is het dat je traint of je wil een baard laten groeien, dat je elke keer in de spiegel gewoon kijkt van ja man, zo, ik kom er man. Nou, snel gaan slapen en dan morgen weer verder laten groeien. Ja. En dan je eten komt en je bestelt eten en ik weet niet man, het is een soort structuur. Ja. Op een soort manier vond ik dat gewoon maar kan lekker. Je die structuur of dat gevoel daarbij niet toepassen in de buitenwereld? Ja, het kan wel, maar hier kan je ook weer sneller zeggen van ik hoef dat niet te doen, man. Fuck dat. Ja. Begrijp je? Okay, maar dan ben je binnen en dan heb je een structuur gevonden om bijvoorbeeld je baard of trainen. Je hebt natuurlijk ook 4 kinderen, zoals we net hoorden. Dus dan is dat ook wel weer moeilijk, toch? Nu is het natuurlijk een heel ander verhaal. Begrijp je? Nu zijn er 4 kinderen zijn er ook. Dus dat, natuurlijk wil ik niet naar binnen gaan nu. Ja. Begrijp je? Maar als ik mijzelf kon klonen... Zou je eentje binnenzetten? Ik zou mezelf binnenzetten, eventjes gewoon. En dan die andere... Dat is wel gek. Ja, maar dat is een rare gedachte, maar ik weet ook niet waarom ik dit gedacht. Is er ooit een kans dat jij nog vast gaat zitten? Bestaat die kans? Er is een kans voor iedereen om vast te zitten. Heb jij Nino nog gesproken in de tussentijd? Ooit? Sporadisch. Dat is een mooi woord. Lize, wat betekent sporadisch? Ik heb haar gevolgd. Soms. Tijdens het praten hoorde ik dat zij bepaalde adequaat en zo. Nice. En toen dacht ik van ja, ik moet ook... Sporadisch. Ja, mooi woord. Mooi woord. Maar dus je spreekt hem af en toe nog. Ja. En hoe is jullie band zeg maar sindsdien? Vaag. Ik ben gewoon cool met hem. En hij is cool met mij ook, denk ik. Ja. Ga ik vanuit. Heb je het gevoel dat hij het gevoel heeft dat jij hem hebt genaaid of zo? Ik weet niet. Heb je het hem ooit gevraagd? Nee. Ik weet niet. Ik weet echt gewoon niks van. Heb jij het gevoel dat jij hem hebt genaaid? Ik weet niet. Het is allemaal een beetje vaag is gewoon. Alles is een soort van snel gegaan, je weet toch? Als verrassing, nee. Wat ik heb begrepen ook, is dat zeg maar, hoe ik van zijn label zeg maar, naar een andere label ging, dat een soort van vreemd is gegaan. Dat hij gewoon had gezegd van ja, weet je wat, laat maar. En gingen jullie met ruzie uit elkaar of niet? Ik weet niet. Was je dronken? Ik denk het niet. Ik var waarschijnlijk. Ja. Ik weet echt niet hoe... Ja, maar mensen zich dit heel veel afvragen, weet je, wat er tussen jullie is gebeurd. En ook wij, zijn ook een soort van opgegroeid met jullie muziek en alles erop en eraan. Oh, ik weet al wat het is. Nu komt het. Ik kwam dus vrij, maar voordat ik vrij kwam, zei ik tegen Nino van luister, als ik naar buiten kom, wat ik wil op dat moment is gewoon een tune. Ik heb een idee voor een tune en dan een clip zo en bla bla bla, weet je.
En toen kwam ik buiten en ik wou die clip zeg maar als verrassing wou ik dat uit laten komen. Zodat mensen keken van, hey shit, hij is buiten. Niemand wist dat nog. Ja. Maar dat duurde lang, lang, lang. En op een gegeven moment zag je overal al comments van, ja, Keizer is vrij, Keizer is vrij. Keizer is vrij, Keizer is vrij. Dus de verrassing was eraf. Dus toen vond ik een soort van, ja, die hele verrassing is alweer af. Weet je toch, iedereen weet dat ik buiten ben. Het is ook Nino zelf ook artiest, weet je. Ja. En in die tijd was hij ook nog gewoon daar, begrijp je? Ja. Dus hij had het zelf ook druk. Maar dat ga je later pas beseffen. Op die tijd ben je, op dat moment ben je hongerig, weet je. Dan denk je van, ik wil nu. En toen ben ik overgestapt, omdat die andere mensen waren wel van... Want je ging bij wie tekenen? Was dat al Nindo of nog niet? Nee, dat was toen Deep Sound. Ik ben daar weggegaan, omdat hij gewoon letterlijk heeft gezegd van, ik kan het niet meer aan. Oh shit. Ja, dat was na Mama Sorry. Na Mama Sorry ging het... Keihard. Dat ging belachelijk. Zelfs België en zo, hè? Ja, destijds. En ik kreeg ook ruzie met hem, want op een gegeven moment zei hij gewoon tegen... Want toen kwamen Nega en zo kwamen praten, van, eigenlijk voor de samenwerking. En toen zei hij gewoon van, ja, sinds Mama Sorry gaat het allemaal te hard. Ik word de hele dag gebeld en dit en dat. En soms neem ik ook gewoon niet op. En daar dacht ik van, broer, soms neem ik gewoon niet op. Mist geld dan. Dat is mijn money, vriend. Ja. Hoe bedoel je, soms neem ik gewoon niet op. En vanaf daar had hij gewoon gezegd van, ja. Pak hem maar. Neem hem mee. Ja. En Nindo. Bij welk jaar kwam je bij Nindo? 2010 of 11. Maar Nindo was ook een heel avontuur voor jou. Ja. Goede tijden meegemaakt, slechte tijden meegemaakt? Ja, goede tijden, slechte tijden. Tering lijkt zoeken, maar als ik hem vind, maak hem dood, man. Ligt het nog steeds zo gevoelig? Maak hem niet echt dood. Ja, tuurlijk, kom op, man. Heb de hele bankrekening leeggemaakt, man. Ja. Jij bent niet van op de hoogte van dit verhaal, waarschijnlijk, nee, hè? Nee, ik ben niet van de hoogte. Kan je het heel kort even uitleggen? Ik ben bij Nindo gekomen. Nindo is toen opgebouwd. En ik was de eerste artiest daar. Dus dan moet je het label opbouwen. En ik zat in een goede periode. Mm-hmm. Dus ik heb veel showtjes overal en programma's, dat soort dingen, begrijp je? Mm-hmm. En al die money wordt op de rekening gezet van zeg maar, het label. En dan de boekhouder van het label, die bleek uiteindelijk gewoon een gokverslaving te hebben. Oh, de tering, hé. En die heeft de hele rekening, de hele rekening. Je wordt boos toch, want je geld is weg, begrijp je? En op een gegeven moment was het zo van, ja, niemand kon hem aanraken of mocht wat doen. Omdat anders was er geen mogelijkheid om dat geld terug te krijgen. Want ze wilden iets doen dat hij beetje bij beetje terug ging betalen en bla bla bla. Zeg maar, Nindo was opbouwend, begrijp je? Dus heel veel dingen zijn ook niet op papier geregeld. Goed, begrijp je? Dus op een gegeven moment heeft Spek van Ali, toch? Wij werkten met hun samen ook. En hebben gezegd van luister, we gaan berekenen hoeveel van Keis is, weet toch? En dan geven wij dat aan Keis en dan moet dat terugbetaald worden, beetje bij beetje, begrijp je? Ja. Maar wat aan mij betaald is, zeg maar, is wat op papier stond. Ja, en precies. Op papier stond vrij weinig, begrijp je wat ik bedoel? Ja. Dus heel veel geld en ik praat over echt. Want duizenden. Hoeveel geld is er vergokt? Weet je dat? Ik praat over vijf cijfers, man. Het is dat Spek zelf heeft gezegd van, weet je wat? Ja. Neem jij dit, begrijp je? Want je verdient het. Als je gaat moeten wachten totdat hij alles terugbetaalt, dan... Weet je, dan zou ik nu nog steeds wachten. Maar wat was jouw je eerste reactie, zeg maar? Je wordt wakker, je hoort het. Wie kwam jou Nega, connecten? Nega. Ik had al zo'n raar... Ik had altijd al een raar voorgevoel, weet je? Want ik was, zeg maar... Ik was misschien een halfjaartje was ik niet betaald, begrijp je? En ik had het geluk was dat ik gewoon geld van mezelf had. Dus vandaar dat ik niet echt erachteraan ging zitten van, hey, er is geen money gestort, weet je toch? Maar op een gegeven moment ging ik wel van, hey broer, luister dan, ik ben zo lang niet betaald, wat is er aan de hand? Ja, ik moet even praten met die. Ik zeg, oké. Ik check weer, ik zeg, ik ben nog steeds niet betaald, man. Oké, ja, laten we even zitten met hem. Kwam die zitten. En dan tijdens het zitten had ik al een foutje gezien. Met een soort rare papier met allemaal bedragen en shit. Klein foutje zei ik van, hey, dit heb ik nog niet gehad. Zei die, oké, klopt. Nou, dan hebben we het al over misschien een 15 barkie of zo. Begrijp je? En dan zit ik te denken van, ja, maar als je die 15 barkie elke week neemt. Of twee keer in de week, begrijp je? En ik heb dat niet door. Dat gewoon makkelijk. En op een gegeven moment maakte ik nog een grap. Een keer, toen zei ik van, hey, stel je voor... Dat we gewoon naar poker kijken op tv.
En we zien Matthew en hij schuift gewoon all in. Gewoon al die money gewoon. En iedereen lachen. Ah, stel je voor, stel je voor. En op een gegeven moment word ik gewoon gebeld door nigga. En hij zegt van, hey, alles is weg, man. Ik zeg, wat bedoel je? Jesus fuck, man. Hij zegt gewoon alles, man. Ik zeg, wat bedoel je? Alles is weg. Hij zegt gewoon alles, die rekening, alles is weg. Ik zeg, welke rekening? Het dringt niet door, toch? Hij zegt, ja, Matthew heeft alles voor gok, man. Het is gewoon kort, in. Ik zeg, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Is goed. Ik had geen reactie erop, even. Ja. Op dat moment, weet je toch? Want is Nindo nou failliet? Nindo is er niet meer. Bestaat niet meer, hè? Nee. Is dat ook de reden? Ook, want jullie probeerden een soort van nog, we gaan het proberen redden. Nindo ging heel lekker. Ja. Ging heel lekker. Dit was mijn periode dat het alles ging lekker. Je weet toch, Nega had ook zijn dingen. Ja. En dat kwam ook weer op die rekening, begrijp je? TV-programma's, alles ging gewoon cool. En dat heeft dan afpest. En dan met die money, kijk, met die money die op die rekening is, daar doe je ook weer dingen mee, begrijp je? Daar breng je een album mee uit. Ja. Daar breng je clips mee uit, begrijp je? Als die money er niet is, ja, wat ga je doen? Dan hang je op andere mensen. Mm. Op een gegeven moment moesten wij gaan hangen op spek. Ik was in principe iemand die gewoon loyaal was, begrijp je? Ja. Ik had ook gewoon kunnen zeggen van, hé, doei man. Jullie hebben mij gefokt, ik ga naar Topnotch of zo. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Maar ik dacht van, we hebben dit samen opgebouwd. We komen er wel uit. Ja. Begrijp je? Het was wel, dat Linda was wel echt een leuke label aan het worden. Zeker. Echt, ik vond het ook echt een heel leuk label. Futurings en zo, voor mij, en kleukelen en alles. En ja. Jullie waren echt... Dat was een leuke groep, zeg maar. Leuke groep ook. Een hele positieve vibe. Bokkelsam zat er ook, toch? Ja. Bokkelsam zat er ook, ja. Nog. Ja. Is dat ook een reden waarom Nega opeens ook buiten beeld is? Want je ziet hem echt nergens meer. Hij werkt volgens mij bij zijn moeder in een restaurant. Ik weet niks van hem op dit moment. Heb je ook geen contact? Nee. Ja, er is dus, ja, ik ga het ook weer de tafel gooien, maar er zijn dus ook geruchten van dat jullie ruzie hebben met elkaar. Is dat ook zo? Dat is wel zo. En mogen we weten waarom? Ja, een paar dingen van zijn kant, een paar dingen van mijn kant. Maar gewoon persoonlijke dingen. Ik vind het wel, kijk, ik kan natuurlijk niet dat jullie checken, maar ik vind het wel echt jammer, want ik vond jullie wel echt een soort van gouden duo of zo, maar jullie gewoon met z'n tweeën, was zeg maar heel verschillend van elkaar, maar het was wel... Ja, maar ik denk ook wat het ding gewoon is, we hebben allebei zeg maar bepaalde karakters, we willen allebei Haantje de Voorste zijn. Hmm. Begrijp je? En dat gaat op een gegeven moment gaat dat botsen. Ja. En dan ga je ruzie krijgen om iets. Gewoon. Kleine shit. Begrijp je? Maar kijk, ik snap wel, je wilt niet de hele ruzie op tafel leggen, wat is er, hoeft ook niet per se. Maar is het zeg maar wel iets wat wel gewoon weer goed zou kunnen komen of zo? Als jullie vijf van mij kan het niet. Maar dat is best wel heftig, toch? Van, of niet? Van mij kan niet. Kijk, we kunnen ruzie krijgen, zeg maar, om een meid. Begrijp je? Kijk, ik heb ook mijn dingen gedaan. Waardoor hij boos op mij was, begrijp je? Ja. Maar dan heb je hebt bepaalde dingen wat iemand bij mij kan doen, dat ik denk van, ik ben liever niet in jouw buurt. Liever niet. Ja. Als je voor mij, ik vind het niet erg als iemand twee gezichten heeft, maar als je een keertje jouw slechte gezicht tegen mij uit, toch? In mijn nadeel, gewoon, en dat kan anytime gebeuren, dan hoeft dat niet meer. Echt niet meer. Om even naar iets positiefs te gaan. jij bent eigenlijk, ik weet niet of je het misschien zelf ook een paar keer hebt gezegd, ben je eigenlijk naar mijn gevoel vloggen begonnen? Niet? Ik hoorde dat vaker, ja. Er zijn zelfs mensen van de televisiewereld die heel vaak hebben gevraagd ook van, ga je nog verder met Keizer TV. Ja. En waarom ben je dat gestopt? Was echt een dingetje. Dat echt een ding. Ik weet nog dat ik op de middelbare school zat. En in België, ik heb zelfs in België op school gezeten. Mm. En iedereen die keek het. Ja. We wachten er zelfs, wanneer er een announcement werd gemaakt van, yo, Keizer TV, volgende week, bro. Ja, dat was gewoon waar je op wachtte. Monteerde je dat ook zelf? Nee, kijk, mijn vloggen, zeg maar, was heel anders. Uh-huh. Dat was een heel team. Gewoon. Ja. Misschien 10 mensen. Dat is wel een mini-docu over Keizer, maar gewoon. Maar fucking grappig. Gewoon, Keizer ging even bier halen bij de winkel. Ja. 8.6, nee, 8.6 halen. En dat... Ja, het is nog steeds op YouTube. Het begon heel raar. Het begon gewoon met Virgil, zeg maar. Ja. Die vroeger dit dingen zat. Hoe heet dat programma? So You Think You Can Dance. So You Think You Can Dance. Hij had een camera. En ik begon een beetje bekend te worden en toen zei ik tegen hem van, hey, volg me eens met die camera. Dus dat was niet dit, hè. Dat was zeg maar... Je kent bijvoorbeeld ook wel bijvoorbeeld Enzo Knol en zo, toch? Dat is nu eigenlijk
heb jij niet het gevoel van, als jij gewoon was doorgegaan, dat jij ja. gewoon zeg maar, die Enzo Knol had kunnen worden? Ja, er had wat uit kunnen komen, maar je moet begrijpen, die periode was het ja, nog niet dat je... ambitie niet is, man. Dan... Nee, maar dat ja. was het niet eens, want ik hou ook heel veel van geld. ik was gewoon net iets te vroeg, want als ik in die tijd zou zien van YouTube, fucking veel money zit erin. Maar kan dat nog steeds? Ik zou het doorpakken. Want weet je wat ik nu heb? Ik heb nu het idee van, als ik nu opeens ga vloggen, ja, toch, dan ben je... gaan de mensen die het niet weten, ja. gaan kijken van, oh, nu wil jij ook vloggen. Mm. Zeker gaat het slecht met je of zo. Nee, ja. maar die shit die je toen deed was gewoon oprecht, dat gebeurde gewoon. Even een snippet de boer, ik heb dorst. Ja. Ik moet even op die 11,6 zijn, want ik ben nu op die 0% en het is al 10 over 5, weet je toch? Welk jaar was dit ook alweer? Dit was 2008 of zo? Nee, 2009. Oh, dit stond er lang terug alweer. Dit was 2009, man, bro. Ja, dit was wel classic, man. Dat was super classic. Maar ik denk nog steeds wel dat het zo lukt. Ik denk vanaf de McDonald's gingen echt veel mensen kijken. Ik wil een Big Mac menu, medium. Ja, yeah. Hoezo was jij toch gewoon echt op het internet gewoon... Ja, ja. Al over. Er was een periode terrein, dat ik meer volgers had dan Ali B. Ja. Ja. En toen... Daar ken ik je van inderdaad, dat je gewoon... All over the place was. Ja, dat was echt heftig hoor, die periode. En toen besefte de rest internet. Maar je hebt in die tijd heb je een beef gehad. Oh, en dan ga ik het weer hebben, dit is een classic beef. En ik wil het er even over hebben, want ik weet niet eens of die jongen nog bestaat. Ik heb er nooit meer wat van gehoord. Maar het gaat over... Dat een beef. Over Bato. Ik dacht dat je een andere naam zou noemen, maar ik dacht dat je IJstijd zou opnoemen. Oh ja, dat is ook een dingetje. Klopt. Maar ja goed, dat was niet echt een beef. Dat was niet echt een beef, toch? Wat? Hij is de eerste die klap als ik zie. Nee! Wat? IJs? Ligt dat nog steeds heel gevoelig? Voordat je gaat, we zetten dus de eerste keer dat wij zeg maar niet vragen om een brief en dat hij zelf... Ja, hij komt er zelf mee. Dit komt uit mijzelf, hij mag het weten ook. Hij is de eerste, hem klap ik per direct. Waarom? Als ik hem zie. Waarom? Hij is een kleine disrespectful motherfucker. Hij heeft geen manieren. Hij heeft echt geen manieren. Deze man, of niet voor mij... Je hebt nog een trekkertje samengemaakt. Luister. Hij moet me nog paaien voor die shit. Hij ging zeg maar, hij ging mensen hacken. MSN en dat soort shit, je weet toch? Die mensen hacken en zo. Goed verhaal. En op een gegeven moment, hij is met mij in contact en hij zegt, ja, ik kan die voor je hacken en die. Ik zeg, nou, hoeft niet. Je weet toch? Hij zegt, ja, laten we een tune maken. Ik wil echt een tune met je maken, dit en dat. En op een gegeven moment begon hij zelf over geld. Hij wou een Armani-telefoon. Was er een Armani-telefoon? Ja, joh. Kan wel. Hij wou bepaalde telefoons en shit, wou die aan me geven, want dat kon hij regelen daar en bla, bla, bla. Dus ik zeg, broer, dat is allemaal cool, man. Ik kan gewoon een 16 voor je gooien ergens, je weet toch? Oké, nu... die man komt met shirtjes voor me bij shows. En ik show wat in Arnhem of zo in de buurt, je weet toch? Hij woont daar zo, toch? In de buurt, hij stond daar met shirtjes. Hij zegt, kijk, dit heb ik voor je gemaakt, bla, bla, bla. Ik weet toch? Dus hij was gewoon... Ik dacht, this guy is gewoon cool. Op een gegeven moment kom ik een keertje op mijn MSN... En ik zie berichten van, ja man, tof. Ja man, mooi man. Ja, ik heb gestemd. Die liggen nog op jouw shit. Ja, ik heb ook gestemd. Ja, ik heb gestemd. Okay, what the fuck hebben jullie toch? Waar heb je op gestemd? Nu iemand stuurt een link, zegt, ja, je hebt dit voor me gestuurd. Ik druk op die link, ik zie Juice. Toch? Toen had je Juice FM, die talent shit. En ik kijk in die talent shit en ik zie een tune van hem in die talent shit. Je weet toch? Hij is dan shit gebeurd. 1 plus 1 is 2. Begrijp wat ik bedoel? Dus nu ik connect die man, ik zeg die man van broer. Je komt gewoon, broer, je komt gewoon ongevraagd op mijn MSN. Je kan die shit niet bij mij doen. Doe dat bij andere mensen, weet toch? En die man liegt tot de dag van vandaag van nee, ik heb het niet gedaan. Ik was het niet, dit en dat. Op een gegeven moment heb ik die man gezegd van, vriend, je bent een flikker, man. Doe dit nooit meer. Ga dat niet doen bij mij. Ga uit mijn shit. Ik verander mijn shit. En als je nog een keer erop komt, heb je een probleem. Wat gebeurt er nu? Nu hoor ik een keertje een interview. En we hebben al die tune gemaakt, hè. We hebben al die tune gemaakt. Hij heeft me deel betaald en moet me nog een deel betalen. Toch? Mag ik vragen om hoeveel het gaat? Het deel? Ja, dit was een paar barkies, joh. Oké. Okay. Ja, en een paar shirts. En mijn telefoon zou nog komen. Het gaat om respect. Ja. Juist, nu, wat gebeurt er nu? Nu hoor ik een interview. Nee, dit was op Twitter. Dus ik iemand stuurt op Twitter van... IJs, ga je ooit een nummer maken met Keizer? Hij zegt nooit van mijn leven. Nou... Dan breekt je klomp. Nou breekt alles. Ik snapte er niks meer van. Ik ben helemaal ziek. Ik ben helemaal gek in mijn hoofd. Ik dacht, hoe kan dit? Jij zit fout. Hoe kan je... Wat heb ik
gedaan. Ja. Hoe kan dit? En op een gegeven moment, ja, die man kwam heel brutaal en heel veel dingen gebeurden. Klinkt echt brutaal, en ja. Ik werd helemaal gek gewoon van die man, weet je toch? Ja. Maar gek op een manier van... Hij maakt misbruik van je. Maar je zou hem nu nog klappen om MSN, zeg maar. Ik klap hem per direct. Als ik deze man zie, ik klap hem per direct. Echt waar. Direct. Heftig. Ik geloof hem ook echt waar. Dit is een belofte. Er zijn veel mensen waar ik ruzie mee heb gehad. Maar deze man, ken je dat? Dat je kijkt hoe iemand praat. Dat je gewoon naar zijn tweets kijkt gewoon. En denkt van, nou. En die man sprak ook gewoon stoer. En dat je gewoon denkt van, broer, ik weet gewoon, ik kan gewoon naar Arnhem gaan. Als ik je daar vind, ga je wegrennen. Waarom zeg je dit? Begrijp je? Ja, kom maar. Kom maar hier, kom maar daar. Ik heb een keertje met hem afgesproken. Ik zeg, broer, ik ben daar, ik maak foto nog. Met die naambordje. Hij kwam niet opdagen. En daarna kwam weer een tweet en dan denk ik... Dat is echt heel veel frustratie. Ja, man, hij heeft mij zo erg gefrustreerd. Shout-out voor hem wel, hoor. Dat hij ik zo kan wel pakken. Respect voor dat, dat hij... Zo dat hij... Ja, man, hij is... Ik haat hem echt, hè. Heftig. Echt waar, man. Maar is het zeg maar de alcohol die praat of echt gewoon keizer? Nee, man, dit heb ik altijd gezegd. Ik heb het op radio gezegd. Alles, man. Hij heeft een keertje zijn excuses aangeboden op radio. Ze hebben me gevraagd, Keizer, wat vind je? Ik heb gezegd, ga naar zijn moeder, man. Echt waar, ik meen het, man. Wat hij heeft gedaan is echt disrespect. Oké, we gaan even wat doen. Lize, jij bent van de adviezen. Wat voor advies zou jij Keizer kunnen meegeven voor deze frustraties? Nu komt ja, maar het. Kijk, dus, hij is nu zo... Hij is zo woedend dat, zeg maar, redelijkheid komt nu sowieso niet... Ten eerste, die gast. Super brutaal. Respectloos. Mm. Hij heeft je gebruikt. En hij doet er laf over. Hey, ik voel me vies en me gebruikt. Ja, man. Hij heeft juist je MSN ingegaan. Sorry hoor, dat is respectloos. Klopt. Dat is wel gek. Ik zou vooral niet meer naar zijn Twitterberichten kijken. Want blijkbaar vond hij... Oh nee, dat is... Nee. Nee, maar gewoon vergeet die vent. Zou ik denk heel reden naar... kunnen zijn dat jij weer vast komt te zitten? Nee, tuurlijk niet. Nee, toch? Nee. Nee, dat zou zonde zijn. Tenzij die aangifte doet. Terug over muziek, in plaats van beef. Heb je nog zeg maar dezelfde passie voor muziek als vroeger? Het is anders. Ik heb nog wel passie voor muziek, maar ik weet niet welke muziek. Dus, maar weet je dan ook niet zeg maar, welke muziek je moet maken op dit moment? Nee. Probeer je dan nu gewoon maar, een hit te scoren? Omdat, nee, ik probeer geen hit te scoren. Dat ding is gewoon... Je wil natuurlijk wel dat mensen naar je shit luisteren. Begrijp je? Maar het is moeilijk om nu een beetje te peilen naar wat mensen luisteren. Omdat er nu zeg maar 1000 artiesten zijn, begrijp je? En een groep maakt zeg maar zulke muziek, een groep maakt zulke muziek, een groep maakt zulke muziek, een groep maakt zulke muziek. Maar het is allemaal, voor mij is dat allemaal nieuwe muziek, begrijp je? Ik kan het wel, maar het voelt voor mij alsof... Het voelt van jou. Als ik het doe, dat mensen dan zeg maar denken van... Nu wil jij dat ook gaan doen, begrijp je? Terwijl automatisch ga je mee met de tijd. Maar omdat ik er zeg maar iets eerder ben, toevallig... Kan het snel zijn dat mensen denken van, hé, maar dit maakte jij toch nooit? Mm. Waarom doe je dat nu? Is dat omdat hun dat maken? Begrijp je wat ik bedoel? Terwijl... Is dat iets waar je echt mee struggelt, zeg maar, een beetje nu? Het is niet dat ik erover, dat ik zit en erover nadenk, maar... Zonder dat ik het door heb, gebeurt het wel. Begrijp je? Laten we zeggen, ik hoor iets... Waar ik gewoon wat op kan doen, hoor. Want ik ga je gewoon eerlijk zeggen, de muziek die zeg maar nu gemaakt wordt... Ik heb respect voor iedereen. En het klinkt lekker gewoon. Je weet toch, heel veel van die dingen klinken lekker. Maar het is in principe makkelijker... Dan wat er eerst gemaakt werd. Begrijp je? En in wat voor opzicht is het makkelijker? Gewoon qua tekst. Maar dus moest je denk ik ook meer bewijzen met tekst dan nu. En nu is het gewoon... Niet dat het op zich niet erg is, want het draait nu goede muziek en zo. Maar het is wel zeg maar... Ja, makkelijker worden. Mensen letten niet meer echt op de leren. Er zijn heel veel mensen die heel veel die bepaalde dingen doen... Dat ik wel zit en denk van ah, dat was mooi. Qua tekst en dat soort dingen. Ik moet zeg maar zakken om zo'n tekst te schrijven. Is dat echt zo? Ja, qua ja, niveauverschil bedoel je? Soms schrijf ik zeg maar iets en dan denk ik, nah, dit is te moeilijk. Rustig, hè? Ja, dit gaan ze niet begrijpen. Door hebben dit jullie dat voortdurend gaat het hoe lang kijken. Baas maar pampa en blijf ik. Maar doe je jezelf dan niet een beetje tekort? Ja, maar nee, ik doe mezelf tekort. Als ik de moeite ga doen om dat soort shit op te schrijven, waarvan ik het alleen begrijp. Ja, precies. En de rest heb geen tijd om het te begrijpen. Mm. Iemand kan bijvoorbeeld naar een sessie van mij luisteren die vol is met punches, toch? Mm. En dan misschien 1000 mensen vinden dat hard, je weet toch? Mm. De rest van het land luistert even, denk, te veel. En dan komt er een andere tune en dan hoor je het. Ja, dat heb ik ook.
dat hele hiphop was vroeger natuurlijk veel meer gewoon hiphop. En nu zijn er zo verschillende stijlen doorheen en zo. Ja. Dat het meer om de muziek gaat dan om de essentie. Dan denk ik. En daar moet je respect voor hebben. Maar de muziek evolueert gewoon. Ja, dat is gewoon. Dat is gewoon wat het is. Begrijp je? Heb je dan nu ook niet een beetje het gevoel met muziek, dat wat je ook bij vlog had, bijvoorbeeld, je deed vlog al voordat je eigenlijk iets met YouTube kon verdienen. Mm-hmm. En dus met muziek kan je later ook wel veel verdienen. Mm-hmm. Heb je dan ook een beetje het gevoel dat je met muziek ook te vroeg of zo erin bent? Ja, maar te vroeg? Nee, maar dit meen ik. Ik ben echt met alles te vroeg en te laat. Ik vind het juist heel vet dat je dat allemaal al deed. En kun je daar niet, is voldoening ook niet oké als daar niet heel veel geld uit voortkomt? Voldoening betaalt mijn huis niet, man. Ja, ik ben dan daar toch wel anders in. Nee, je was hetzelfde. Ja, jij wou ook een huis en daarin wonen, leuk. Ja, totaal. Maar ik bedoel, ik neem de tijd gewoon daar lekker voor. Ja. Is relevant blijven moeilijker dan een hit scoren? Moeilijker om een hit te scoren, denk ik. Ja? Ja, wat is een hit? Deze dagen weet je niet wat de hit is, toch? Alles kan een hit zijn. Ja. Ik ben echt famous. Dat is niet normaal meer, man. Dat wist je niet, hè? Ik ben echt famous. Dat is niet normaal. Ik ga binnenkort met je koken. Ik wist het. Nice. Doen. Weet je dat niet? Hey, dat klopt trouwens, man. Jij gaat met mij koken ook. Wat wordt het? Tosti. Maar, jij hebt ook heel wat dingen met de televisie gedaan. Althans, hè, je was vaak te gast in shows, de Dino Show. Laatst ook It Takes Two. Ja, klopt. Jij kan zingen, blijkbaar. Tenminste, je hebt ook wel vaker gezongen op je tracks, maar je kan live ook gewoon zingen. Ja, als ik oefen. Wist je dat het al van jezelf dat je kon zingen, of is het echt gewoon een beetje? Nee, weet je wat het is? Ik ging toen ik jonger was, toen zong ik, zeg maar, vaak. Maar gewoon. In een koor of zo? Nee, gewoon voor de grap. Waarom? Het is een gospel voor de grap. Het is een mijn moeder. Jij ging er vanuit in de gospel kwam. Nee, maar ik kreeg dat beeld in één keer. Ik dacht, ja. Nee, mijn moeder zingt. Mijn vader zong. En ik ging een beetje zingen. En hij liet mij soms gewoon in een barretje zingen. Of dan voor geld. Had microfoon. Ik kreeg gewoon money van die mensen daar. Nice. Ja, maar hij had een microfoon ook thuis en dat soort dingen. Ging ik een beetje zingen. En toen werd ik ouder en toen... Vind je het leuk om te doen? Wat zeker. Ja. Ik vond die vooruitgang vond ik leuk. Mm-hmm. Zeg maar, toen ik met It Takes Two meedeed, je krijgt zangcoach krijg je ook, je weet toch. En op een gegeven moment door die bepaalde oefeningen merk je van, hey, wow, ik wist niet dat ik dat kon. Doe je die tv-klusjes ook een beetje voor het geld? Die tv wat? TV-klusjes. Sowieso alles voor geld. Man. Ja? Maar heb je spijt van iets? Nee, wacht, sorry. Dat moet niet het laatste antwoord zijn. Ik hou sowieso van... uitdagingen, begrijp je? Ja. Ik hou van wedstrijden, ik wil dingen winnen. Dat snap ik wel. Ja, want je hebt wat dingetjes gedaan en ik zag je op een schans. Klopt. Sorry. Ik kijk nu terug naar die tijd en ik denk van waarom? Dit doe ik niet meer, echt niet, man. Waarom heb ik dat gedaan? Maar ja, dan moet je toch uitvinden door te doen. Wat, nou sterren springen of zo? Vliegende Hollanders. Maar voor mensen die weten het misschien niet, want ik denk de meesten wel, maar jij was turner vroeger. Ja. Dus je hebt sowieso wel een soort van iets atletisch. Ja, ik heb 3 of 4 gouden medailles. Serieus? Ja. Wist je dat niet? Ik heb wel gewoon iets gehoord over turnen, maar ik kan hem zeg maar niet in zo'n pakje. Ik kan hem niet voormalen. Nee, niet in een pakje. Moest je met pakjes aan? Nee, niet in een pakje. Ik was nog jong, zeg maar, weet je. Maar dus turnen, tijd... gospel zang. Nog geen gospel. Gospel is zomaar erin gebracht. Ja. Zou je er nog wat mee kunnen, zo 2 ringen nu uit de lucht zouden, bonjour? Zou je dan zeggen, oké, let's go. Ja, ik kan wel. Ik kan wel wat. Nog steeds. Dat is wel gek. Nee, nog andere sport? Voetbal. Mm-hmm. Ik had ook profvoetballer kunnen worden. Dat zegt iedereen. Ik heb dat ook nog gezegd. Ja, iedereen zegt het. Ja, ik heb dat nog nooit. Niet nooit gezegd? Nee. Ja, ik ook niet. Wel prof FIFA spelen, maar dat is weer iets anders. Nee, maar dat was zeg maar de tijd dat ik in Rotterdam woonde. Toen speelde bij EDS. En toen zeg maar was scout voor Sparta. En toen had mijn moeder besloten dat we gingen verhuizen. Oh shit. En toen verhuisden we helemaal naar Leiden kant. Ja. En dat ging niet meer. Het was ook vervelend. Ik ben daar ook gewoon gestopt, omdat niks klopte, zeg maar. Ik was ook de enige neger daar zo. En in de boekjes werd ik omschreven als de zwarte parel. Nee. Ja, maar zeg maar in Rotterdam speel je tegen Feyenoord, dan tegen Excelsior. Ja. Dan speel je tegen die, begrijp je? En toen kwam ik daar en dan speelde ik tegen teams, de Kikkertjes. Ja. Daar word je niet beter van. HWC, nee. BOB, weet je? Ik zag al van, ik zei toen tegen mijn stiefvader, zei ik van, niemand gaat mij hier komen zien, man. Nee, klopt. Niemand gaat mij scouten hier. Kan ik net zo goed gewoon... Was je liever voetballer geworden? Ja, wat?
Was ik liever, ik leg jullie de hele tijd uit hoeveel ik van geld hou. Was ik liever voetballer geworden? Tuurlijk, man. Kom op, man. Ik zou hier met die waggie voor de deur staan. Hè. Als je voetballer was. Wat? Ik zou hem hier voor de deur staan. Is ja, dat die deur niet groot genoeg is? Nou, ik als je voetballer. Om even terug te komen op televisie. Zou je hem meer met tv willen doen? Als hij misschien ook presenteren of zo? Ja, sowieso. Ik ben sowieso camerasletje. Ik hou echt, ja man, ik hou echt van camera man. Ik had vanaf jongs af aan al, hoopte ik altijd dat er gewoon een camera gewoon altijd in de buurt was met alles wat ik... Ja, Truman. Daar, ik hield ook van die film. Ik hield van die film, want ik zou dat ook willen. Ja. Begrijp je? Is vlog echt iets voor jou? En ik zeg eerlijk, ik zou gewoon alles checken. Maar ja, maar ik heb geen zin om dat ding vast te houden. Maar je kan wel kijken je tv. Jij liet mensen voor jou filmen. Ja, man. Ja, klopt. Je laat mensen als auto voor je. Oké, weet je wat? Voor de mensen die Keijs TV terug willen, laat eventjes een comment achter van hey, wie wil er weer Keijs TV? Natuurlijk ga ik dat doen. En dan als die... Hoeveel likes moet hij hebben als Keijs TV weer terug moet komen? Aflevering 11. Ik weet niet, wow, ik heb een déjà vu. Maar zeg gewoon. Ik weet niet wat redelijk is. 10.000 likes, is 10.000 likes genoeg? Bro, ik weet niet wat redelijk is op dit moment. 10 kop is genoeg, toch? 10.000 is 10 dat niet veel. Bro, okay. Dat is heel veel. Als de, eerste, als de bovenste comment van Keijs TV, ja, wij doen hem zelf. Als de bovenste comment 10.000 likes heeft, dan komt Keijs TV weer terug. Ja? Deal? Hand erop? Oké. Nou, het is een deal. Hartstikke mooi. Jongens, ik moet nog even nog één vraag stellen. Keijs, wanneer komt er een nieuw album of iets uit? Ik ben nu bezig met de EP. Een EP? Hij moet vrijdag af zijn. En? Lukt dat? Vrijdag is al geweest. Oh! De nummers zijn er, maar zeg maar... Je mist nog een featuring van IJsland. Ja. Dat is het. Dat is je EP. Heb je ook wel featurings erop staan? Ja. Onder andere Hef, Poke, Jay, Brace, Kev Cody, die Plusmins, Aisha, Kappy en zo. Goeie pokken trouwens. Leuk, dankjewel man. Die is ook goud gegaan toch, of niet? Ja. Nice. Ja. Heel leuk. Oké, nou ik ben benieuwd. Je laat maar weten wanneer het uitkomt. Ja, sowieso man. Ik hoop, is het nog voor de zomer denk je of niet? Ik hoop het, ik denk het wel. Jongens, we gaan even over naar de kijkersvragen. En dat is ook het einde van de show. De eerste vraag is van, spreek het eens even uit die naam. Arcana Veltink. En voordat we beginnen, ik moet zeggen, er zijn heel weinig vragen voor jou gekomen. I know, ik zag het gebeuren. Je zag het, hè? Ja, maar dat is weer dat doelgroep dingetje. Ja, ik denk het. De eerste vraag. Van Arcana Veltink, gekke naam. Die vraag, vind je het spannend om voor het eerst met Tim op vakantie te gaan? Ik heb er echt heel veel zin in. We zijn wel eens op eitjes geweest, maar we gaan nu gewoon 2,5 weken naar Amerika toe. Nice. Ja, dus zondag gaan weg. Echt heel veel zin in. En zitten jullie eerste vakantie samen? Ja, we zijn ook naar Parijs geweest en hebben een weekendje in huis gezeten. Ja, maar dat is en dan niks van camera's daar, gewoon lekker of wel. Ga je vloggen? Nee, ja, ik vind Snapchat heel erg leuk, dus dat zal ik wel weer gaan doen. Oké. Maar is het een romantische vakantie of is het gewoon roadtrippen met de rugzak? Ja, als je met je vrienden vakantie wordt, natuurlijk is het romantisch. Maar ik heb gestudeerd in Florida, dus daar wil ik graag weer even naar terug. Nice. En, dat wist ik allemaal niet. Hoe dan? Gewoon film en media vakantie. Universiteit? Of, ja. Echt? Een jaartje universiteit. Dus je hebt gewoon zeg maar echt die college life van Amerika geleefd. Hoe was dat? Ja, leuk. Ja? Fucking leuk. Is het zoals in de films? Ja, je hebt huisfeestjes, kegstands. Oh, alles. Ik heb echt niet tijd. Ben je daar ook ontmaagd? Nee. Hey bro, in die films gebeurt het. Ja, maar ik ben niet zo goed. Ik was 19 toen ik daar zat, dus het was al gebeurd. Oké. So you talk English good? Yo, my English very... I can talk a word. You talk a word? Je hebt ook in het Engels gestudeerd, zeg maar. Ja. Was dat moeilijk? Ik moet zeggen dat als je daar zo zit, die eerste paar weken, dan na 20 minuten doe je hersenen gewoon... Dat je gewoon, dan kan je niet meer of zo. Ja. En het is best wel ook hoog Engels. Ja. Dus niet, ja. Het is van de universiteit. Nee, we gaan Florida even doorheen rijden. Dan gaan we sowieso Washington. Ik wil het Witte Huis wel zien, nooit gezien. En dan via New York terug. Nice. Fucking leuk. Ja, zin in. Nou, ik moet je gaan volgen op Snapchat, denk ik. Om het, sowieso. Hallo, ik ben genomineerd voor beste social Snapchat, media. Of Snapchat. Oh, ik zag dat. Ja. Oh, daar zijn wij trouwens ook voor genomineerd. Ja, je bent al te laat, joh. Nah, niemand. Goed, als je kijkt, ga naar kijk de beste meer. Social media. Wanneer is het dan? Wanneer zijn die awards? 8 juni. 8 juni. Oh, dat is nog best wel een lange tijd. Oké, stem op haar voor Snapchat en stem op ons voor beste YouTube kanaal. Hoeveel mensen kijken naar jouw Snapchat? Mijn Snapchat? 10.000. Nice. Jij?
36 of 37. Ja, nou ja, ik ben gewoon veel onbekender. Boef wordt gewoon 200.000 keer bekeken op Snapchat. Ja. Zijn genomineerd ook? Nee. Hoe werkt dat dan? Nou, ik ben gewoon, dat werkt gewoon met dat mensen mij hebben aangegeven als zijnde. Ja. Maar het klinkt wel stom, maar ik maak er best wel een dingetje van. Ze maakt wel leuke dingen, ik heb het gezien. Ze is echt creatief met de Snapchat. Ja, dus dat is daardoor. Nou, we gaan door naar het volgende. Veel plezier op vakantie trouwens. We gaan door naar de volgende vraag, die komt van shotrak.id. Keizer, heb je ooit harddrugs gebruikt? Ja, pilletje. Coke? Nee. Heroïne? Nee. Weet ik veel, brok. Misschien toen Nindo kapot was, je ging onder de brug. Ja. Gewoon spuiten. Volgende van Locadia Philip. Die vraagt van Keizer, heb je ooit spijt gehad van een track die je hebt gemaakt? Ja, met ijs. Goed antwoord, ja. Man. Ja. Heb je ooit een verse gehad waar je spijt van had? Dat je dacht van, oh shit, die andere rapper op die feature, die kon wel harder, man. Ik had misschien mijn verse moeten herschrijven of zo. Kijk, soms heb je wel eens dat je een verse schrijft, hoe je het voelt op dat moment. En dan krijg je iemand die dan bijvoorbeeld denkt van, ik moet jou killen erop. Was dat niet met Kraantje Papi? Ja, dat is precies wat in mijn hoofd zit. Ja, ik zag die docu. Dat is precies wat in mijn hoofd zit. Maar daar was gewoon van, ja, het is gewoon sportief blijven. Gewoon van, oké, ik heb van mij al geschreven. Ik heb het al opgenomen. Het zou fijn zijn als je het wel zou doen. Begrijp je wat ik bedoel? Nee. Het kan wel. Maar, lijkt me ook maar dan hij heeft dan altijd dat verhaal van, hey, bro, ja, ik heb Keizer opnieuw laten schrijven. Begrijp je, voor mij is gewoon van, ik heb het op mijn manier gedaan. Jij hebt mijn verse gehoord. Je hebt het beter gedaan. Dan is dat gewoon. Maar vind je ook oprecht dat hij het beter heeft gedaan? Of denk je van, hij is gewoon leuk erop? Hij heeft het op een andere manier gedaan, zeg maar. Ja. Weet je? Hij deed snelle dingen. En ik deed het gewoon rustig op een andere manier. Dus uiteindelijk bij elkaar klinkt het gewoon goed. Ja. Heb jij een ding al mee de strijd gehad? Want jullie waren in die tijd altijd op punchline, jij een priester. Priest moet je niet met mij samen in de studio zien. Dat is een heel spelletje. Ja? Ja, dat is een heel spelletje. Want we willen elkaar allebei slopen op die track. Dus het is ook echt zo van dat we stiekem schrijven, ergens in een hoekje. Je weet toch? En hij staat dan, je rapt zeg maar dat ding na, wat je hebt geschreven. Ja. Maar hij doet het heel rustig. Je weet toch van... En dan staat Priest bijvoorbeeld ergens en dan kijkt hij naar me van, wat doet hij ongeveer? Wat ben je mee bezig? Gaat hij wat snels doen? Dan moet ik ook wat snels ergens erin zetten, je weet toch? Kijk naar je lip hoe die beweegt. Begrijp je? Dus ik kan bijvoorbeeld niet... En dan... Dat ziet hij. Want dan ziet Priet van... Ook moet... Dan moet ik ook een... En dan wil hij iets extra's toch? Dan moet hij... Weet je toch? En we laten elkaar shit niet horen, hè? Het duurt ook lang... Puur om het feit dat niemand als eerste wil opnemen. Ja. Dus het is gewoon zo van, ben je klaar? Nee man, mijn bars zijn al lang aan ready. Je weet toch? Nou, ik ben nog niet klaar, maar neem jij alvast op. Dan, je weet toch? En als die eerste opneemt, dan is het gelijk van, oh shit, hij deed dat. Laat me dit weghalen. Dat is echt een filler, dan man. Zet ik dit erin, je weet toch? Het is een hele strijd daar. Wat ik bij 1 en bars heb gedaan allemaal. Weet je hoeveel dingen ik daar heb gedaan? Achter of een hele alfabet zit erin. Of first helemaal gespeld. Ik heb een verse omgekeerd gedaan. Nobody cares. Nobody gives a fuck. Is echt zo. Ik doe fucking moeite. Ik spit de verse omgekeerd. Weet je hoeveel moeite die shit kost? Weet je hoeveel moeite het is om omgekeerd iets te... Om het te schrijven. Nee, oh. Moeite is ook gewoon knap. Kom op, man. Maar mensen beseffen dat niet, dat je dat nee, gedaan. Niemand beseft. Jammer is dat, zeg je, wat niet doet jij. Dat is één zin, maar. Weet je hoeveel moeite dat kost, vriend? En dan komt het uit en dan zijn er 5 mensen die zeggen van, hey, hard, man. Ja, laat dat. Maar die tune die daarna komt vind ik harder, want die beat is hard. Nee, toch? Ja, dan heb je toch geen zin meer om dat soort dingen te doen. Ja, snap ik. De laatste vraag is van Zahra Al-Rouimi. Ook richting Keis, maar jij zit er ook een beetje bij. Keis, ga je ooit je wieries knippen? En Lize, wat vind jij van mensen met dreads? Nee. Nooit? Lexus heeft het gedaan. Ja, maar of het... Of het voordelig was. Dat is de vraag. Ik ga je gewoon eerlijk zeggen. Sommige mensen hebben geen hoofd. Ik ben een van die personen. Ik heb geen hoofd. Je hebt geen hoofd voor een kale hoofd. Man. Nee. Ik heb dat gewoon niet. Ik denk het wel. Ik zit hem echt voor te stellen. Het is echt heel anders. Ik denk het wel. Nee, mijn mojo zit in mijn dreads. Maar ik vind het wel mooi. Heb je een lang hoofd? Zeg maar een achter? Het is wat... Nee, dat niet. Dat niet. Ik heb hem hier, is die wat langer volgens mij. En je baard ook maakt hem hier wat langer. Niet gewend, en dan hij is iets smaller ook. Maar zou je hem ooit. Of ga je gewoon Kenny B gewoon? Als het moet, dan haal ik het weg. Maar hij is wel meer naar achteren gegaan, toch?
Ja, maar dat komt door het scheren de hele tijd. Toch? Dan gaat hij steeds meer naar achteren. Dus ja, ik moet ja, op de duur is die hier en dan... Nee, op een gegeven moment moet ik hem weer bij moet laten groeien. Ja. Ja. En zou je het voor geld weghouden? Voor geld? Ja. Dan praten we over veel geld. Ja? Wat is minimaal? Ja, dan praat, 100.000. Dan, nee, ben gek. Nee, ja, ik opperde 100.000. Nee. Miljoen. Ja. Gelijk. 500.000? Nee. Ja, als je, ik denk als je het voor een miljoen doet, dan zou je het voor 7 ton ook doen. Nee, maar toch? Nee, dan gaan we nog dan gaan we een beetje... Onderhandelen. Ja. Ja, zeg maar wel de dreads, voordat dreads zeg maar een soort van hype werd ofzo, toch wel? Toen had je ze al, hè? Ja, dit is ook zeg maar door mij gekomen, vind ik. Wat dan? Ja, die dreads, zeg maar. Nee, maar oh. Zeg maar die... Dat je daarvoor... Dat hier weg is, ja. Zeg maar. Oh ja. Nee, toch? Want dat doe je niet. Wie wordt wakker en denkt van, hé, laat me dit even weghalen. Zij was de eerste hiermee die dit gewoon bracht, zeg maar. Maar dit gebeurde toch gewoon, als zijnde van dat je toen... Of was het echt een... Nee, ik ben gewoon echt... Ik ben, kijk, ik had het, ik heb een bepaalde periode gehad. Dat ik bepaalde shit deed gewoon. Ik ging dingen knippen uit mijn broek en dan dingen erachter plakken en dat soort shit. En toen op een gegeven moment weet ik nog dat ik voor de spiegel stond en toen keek ik naar mijn haren en toen dacht ik van, hé, ik vond dat er te veel was hier. En toen heb ik gewoon een schaar gepakt en toen heb ik gewoon vanaf hier heb ik gewoon zo geknipt. En dan alles wat daaronder was, heb ik gewoon weggehaald en toen heb ik het ook zelf geschoren, zeg maar. Mm. En dan de kapperlijntjes laten maken en dat soort shit. Maar zo moet het toch eigenlijk ook bijvoorbeeld met je muziek gaan of zo? Dat er gewoon een keertje een soort van keuze is die totaal uit jezelf is. Want je zei net dat je een beetje vast zat en dat je niet shit wou nadoen en zo. Dat is toch eigenlijk al die keuzes die je uit jezelf hebt gemaakt, die gewoon gekomen zijn, dat zijn echt hele toffe keuzes geweest. Zoals die tv, zoals je haar zo en zo. Dat is, en weet ik veel, dat hele internet ding. Ik weet niet, ik denk dat je best wel gewoon echt ontzettend op jezelf moet vertrouwen. Ja, maar je moet... Dat is het ding, het vertrouwen. Het vertrouwen, zeg maar. Je moet, eigenlijk moet je dingen gewoon doen. En ik ben, zeg ja. Maar, sommige dingen doe ik niet. Als ik Broederliefde, ze hadden een nummer. Dat was, oh my god, een oog op die bar en ik ga los. En toen ik dat hoorde, toen waren ze nog niet, misschien een deel van Rotterdam kenden hun. Ja. Je weet toch? Ik had dat gehoord, toen heb ik tegen Jimmy gezegd van, Jimmy, ik wil ook iets doen deze kant op. Je weet toch? Ze hadden toen een beat gebruikt van Timbaland, volgens mij. Mm. Dus ik wil deze kant op en ik wil met hun werken. En dat is niet gebeurd. Ik heb één nummer gemaakt die zeg maar die richting opging. En dat is zeg maar die richting waar nu, wat al die tunes zijn van Broederliefde en zo. Je weet toch? Ja. Het is nooit zeg maar uitgebracht. Dus het is wel naar buiten gebracht, maar niet op een manier van, we hebben er vertrouwen in dat dit wat gaat worden. Begrijp je? En dat zijn dan bepaalde dingen die je dan laat liggen. Maar ja, dat zie je later pas. En dan, ja, als je daar te veel over gaat nadenken, dan heb je niks aan. Ja. Maar dat is toch die, nou, om maar even een Engelse term erin te gooien. Een gut feeling die heel goed zat. Hier is je gut. Ja, gut. Dit is je gut. Ja, dus die moet je gewoon vertrouwen. Ja, dat is echt zo. Je doet het al, maar nog meer. Adviezen van Lize. Jongens, ik vond het oprecht heel gezellig. De laptopjes zijn dicht. Ze zijn dicht. Ja. Ik vond het echt leuk. Jullie allebei beter leren kennen. Voor de kijkers thuis, jullie kunnen nogmaals gaan stemmen voor haar, voor beste Snapchatter. Echt goed. Volg me ook gewoon even, Lize, ja. Lize Knalpijp. Lize Knalpijp? Ja, dan weet je waarop je. Ja, kan je niet meer veranderen, hè? Lize Knalpijp. Waar kunnen ze jou volgen? Alles met Keizer. Snapchat, The Real Keis. De is Engels. En dan Facebook is Keizer, gewoon. De pagina met de meeste likes. Keis Baby op Twitter. Check gewoon, typ gewoon Keizer in ergens en dan vind je wel wat, joh. Precies. En? Je wou nog wat zeggen? Ja man, adviezen van Lize op YouTube. Je zit nu toch op YouTube. Tuurlijk. Dus knal even die link eronder. Knal even die link eronder. Dat die allemaal Jamico hebben gedaan. Ga naar de sociale, hoe heet dat? De beste social... Media Award. Ja, is dat beste social media. Ja, en dan moet je op jullie stemmen voor beste YouTube. Ja. Ja. Heel graag. Doe dat even allemaal. Dit was een lang in de outro, man. Sowieso was het een heel lang interview, maar ik vond het echt, oprecht echt heel, heel tof. En de skills. Jongens, nogmaals bedankt voor jullie komst. En ja, man. High five. Dankjewel, man. Dat we hier konden zijn. En voor de kijkers thuis, abonneer op het kanaal. Like deze video. Bij 10.000 likes komt er een Keizer TV met supergaande erin. En ja, man. Tot volgende week. Peace. Adios.